Hoi, ik ga vandaag weer een updated make-up routine doen. Sorry, ik heb een beetje last van een klein hoesje. Ik vond het weer leuk om het weer een keer op te nemen. Dus ik denk, ik doe het gewoon. Wat maakt hij mij het uit? Wow, ik kom er vandaag even niet uit. Ik ga gewoon gelijk beginnen. Mijn huid is al gehydrateerd. Ik heb al een crèmeetje aangebracht. En ik begin vandaag met de Garnier BB Cream. Ik gebruik de laatste tijd, ik doe dit gewoon met een foundation kwast. De laatste tijd gebruik ik verschillende producten. Ik probeer eigenlijk even wat meer op te maken, want ik merk vooral, ik ga ondertussen aan de slag. Ik merk vooral met gezichtproducten dat ik dat gewoon heel moeilijk opkrijg. En dat is natuurlijk ook normaal, maar ja, het moet. Er komt een tijd dat dat spul op moet. Vooral ook omdat vloeibare producten minder lang houdbaar zijn dan poederproducten. Ik heb een hele rare. Ja, ik weet niet eens wat het is. Volgens mij is het een allergische reactie of zo. Ik heb geen flauw idee. Onder mijn ogen. Ik heb gisteren wel ook make-up gehad. En ik heb gemerkt dat het verder niet erger wordt of zo. Dus dan is het wel prima. Maar het zijn allemaal van die rare rode spikkels. Ik heb geen flauw idee wat het is. Maar prima. Zo. En de laatste tijd ga ik voor vrijwel een beetje een neutrale ooglook. En hou ik er wel van om net even wat meer met de lippen te doen. Dit natuurlijk wel als ik niet een hele dag moet werken of zo, want dat ziet er een beetje raar uit. De concealer die ik dan aanbreng is Conceal Me van W7. Ik heb deze gevonden bij de Big Bazaar en hij was 1,45 of zo. Echt heel goedkoop. Het is een beetje een oranje tint. En oranje tinten zijn goed voor wallen. En donkere kringen. Dus ik breng gewoon een klein beetje aan. En dan met dezelfde kwast blend ik dit een beetje in. Hier komt nog een artikeltje van. Of als jij dit filmpje hebt gezien, staat hier inmiddels online. Wat ik ervan vind. En of ik hem opnieuw zou kopen. En noem maar op. Ik vond voor 1,45 vond ik het wel het proberen waard. Laten we het daarop houden. Zo. Ik merk dat ik echt altijd gewoon mijn neus vergeet als ik mijn foundation of BB cream of wat dan ook op mijn hoofd smeer. Dus ik probeer altijd daarna nog eventjes mijn neus mee te pakken. Let trouwens niet op mijn haar. Ik heb even geen clipje in of wat dan ook. Wat ik dan ga doen is het afpoederen. En het afpoederen doe ik nog steeds met mijn tone correcting powder. Ik gebruik tussendoor natuurlijk ook wel. Tussendoor ook natuurlijk wel andere producten. Maar dit is toch wel de enige poeder die echt fatsoenlijk matteert. Dus met de grote poederkwast pak ik gewoon een beetje. En daar poeder ik de boel mee af. Zo. En ik probeer een beetje snel te doen. Want ik heb geen zin dat het weer een filmpje van 50 uur wordt. Zo. Wat ik vrijwel altijd daarna doe is mijn blush en bronzer. En de blush of de bronzer die ik nu ga gebruiken is van Beauty UK. Ook hier of staat er al. Oh, en ik voel een haar. Ja. Of staat er al of komt er aan een review. En gewoon heel lichtjes, ook niet te veel. Het lijkt heel veel op de camera en dat is altijd zo op de een of andere manier. Maar als ik dan gewoon zo kijk, dan denk ik van, wow, prima. En dit is trouwens een Da Vinci Cosmetics brush. Zo. Oké. Wat ik dan ga doen is mijn blush. En dat doe ik gewoon ongeacht ik op zoek ga naar wat ik op mijn ogen of lippen ga doen. Nu weet ik zo ongeveer wat ik op mijn ogen en lippen ga doen. Dus dan weet ik wat voor blush ik kan nemen. Dit is van de Be Loud collectie.
ook hier weer, ik probeer zoveel mogelijk producten weer eventjes uit de kast te pakken en weer eventjes opnieuw te gebruiken. En die breng ik gewoon hier aan. En dit is een kwast van Mooi Parfumery. Het is gewoon zo, als je heel veel producten hebt, dan weet je niet, op het laatst niet meer wat je moet gebruiken. Zo. En ik hou wel van een, best wel een aangezette blush. Zoals je misschien wel kunt zien. Ik moet natuurlijk wel altijd voor zorgen dat het niet clownesk wordt. Dus ik maak de kwast een beetje schoon en ik ga er gewoon nog een keer overheen. Maar op zich, als ik de rest gewoon een beetje fatsoenlijk hou, vind ik dit prima. Wat ik dan ga doen is mijn wenkbrauwen. En dat doe ik nog steeds met het Catrice eyebrow kitje. Dat vind ik toch het meest fijn. En dit is een eyeliner kwast van de Kruidvat. Maar ik gebruik hem niet als eyeliner kwast, want daar is hij gewoon veel te dik voor. En ik zet gewoon mijn wenkbrauwen wat aan. Op zich hebben ze het niet echt heel nodig, alleen... Hiervoor heb ik zoiets van, oké, daar moet toch wel iets van een poedertje of een potloodje of iets in die richting. Want anders wordt het helemaal niks. Oké, met de donkere kleur zet ik de achterkant nog even een beetje aan. Zo. Ik kijk trouwens altijd in die spiegel, maar als ik daarin kijk, dan zie ik het niet goed. Goed. Wat ik dan op mijn vrijwel eigenlijk altijd op mijn ogen doe. Ik pak gewoon een heel neutraal paletje. En ik pak... De eerste kleur met mijn vinger. Gewoon een heel klein beetje, niet te veel. En die breng ik gewoon aan op mijn ogen. Een beetje als een glansje of een dingetje of wat dan ook. Helemaal als ik weet dat ik met een vrij heftige... lipkleur rond wil lopen, doe ik dit. Want anders als ik en een ooglook zou gaan maken en een felle lipkleur zou gaan doen, dan weet ik niet wat eruit komt, maar het zal niet veel goed wezen. Ik gebruik dan een eyeliner en dit is de eyeliner pen van Essence in waterproof. Hij is niet waterproof, je kan er ook een artikeltje over lezen, maar het is gewoon makkelijk en snel. Ik breng dit aan op mijn ogen. Misschien wel handig als ik jullie een klein beetje inzoomen. Zo. En ik breng dit gewoon aan op mijn ogen. En ik zorg ervoor dat ik gewoon een heel fijn dun lijntje trek. Oh, ik word niet goed van mijn gesnotter en gedoe. Zo. Ik laat hem ook niet eindigen in een wing of wat dan ook. Het is allemaal veel te heftig. Het is nu zaterdag, nu ik dit opneem. En dan zou je kunnen zeggen van, oké, dan kan je wel wat meer doen. Maar ik hou daar niet zo van. Dan zou ik echt voor een mooie ooglook moeten gaan. En dan een hele zachte basis en lippen. En op de een of andere manier wordt deze kant altijd dikker dan de andere kant. Dus die zet ik hier ook nog even wat aan. Oké, dan. Sorry als je het vogeltje hoort. Die begint af en toe even doorheen te kwetteren. En dan ga ik over tot mascara. En de mascara die ik nu gebruik is van Catrice. En dit is een van de nieuwe mascara's. Die heb je in twee versies. En ze waren deze week nog in de aanbieding. 2 voor 4 nog wat. En ik heb de Ultra Black en de gewone Black. En ik heb gisteren de Black geprobeerd. Dus dan ga ik de Ultra Black. De Ultra Black proberen. Het heeft zo'n borsteltje wat we ook wel kennen van... ik weet even niet meer hoe hij heet, die mascara. Maar is dan waarschijnlijk wel wat ik bedoel. En dit breng ik gewoon aan op mijn wimpers natuurlijk. Waar wil je anders mascara aanbrengen? En vaak krijg ik te horen, je moet niet knipperen in je mascara, dat hoort niet. Dat klopt, maar... het is voor mij sneller en makkelijker om aan te brengen. Daarom knipper ik gewoon lekker in mijn mascara borsteltje. Zo.
Want als ik het echt zo ga aanbrengen, dan duurt het echt eeuwen. En daar hou ik niet zo van. Dus dit zijn de ogen die ik vrijwel dagelijks zo doe. En de basis ook verschilt natuurlijk qua producten. En dan kom ik met een lipstick. Moet zeggen, door de week, als ik naar het werk ga, dan heb ik liever dat ik nog een bruin kleurtje in de crease heb en om mijn lippen niks. Maar in het weekend kunnen we natuurlijk al met een felle lipkleur rondlopen. Dit is van Sensui, als ik dat goed uitspreek. Ik heb geen flauw idee. Dit is nummer 90 Red Coral. En het is gewoon, nou ja, ik snap ook, red snap ik niet, want dit is gewoon echt goed koraal oranje. Maar prima. En dat breng ik gewoon aan. En het probleem, eerst lippenstift aanbrengen en dan praten, heel goed. Het probleem wat ik heb met van die felle kleuren, is dat je mijn velletjes er heel vaak in ziet. Dat is een beetje jammer, maar daar kan ik niet zo heel veel aan doen. Meer scrubben, maar ja, dat doe ik eigenlijk al ook al wel genoeg. Tadaa! Hele felle lipstick. Echt heel fel. Mocht je trouwens benieuwd zijn waar ik deze vandaan heb. Deze heb ik bij de Big Bazaar weg voor €2,50. En aha, er komt nog een artikel over. Hij is wel een beetje transparant. Ik kan het wel even van dichtbij laten zien. Hij is wel, zoals je kunt zien, een beetje transparant. Maar ik vind hem wel mooi. Gewoon zo. Dus. Dit was mijn daily make-up routine. Zo doe ik mijn make-up eigenlijk vrijwel dagelijks. Verschilt alleen qua waar ik heen moet. Of ja, wat de gelegenheid is. Ik hoop dat je het leuk vond. Het is alsnog een heel lang filmpje geworden. I'm sorry. Ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.